ritje vanaf Herengewaard naar Amsterdam-Westpoort. En dat is een leuk ritje. Want Amsterdam-Westpoort zijn natuurlijk al heel veel geweest. Maar nu kunnen we een keertje vanaf de andere kant. Dat is wel grappig. En dat is een leuke route. Al zeg ik het zelf. Ja, als je een route rijdt die je altijd rijdt, dan is het wel eens welkom om het een keertje op een andere manier te doen. Nou, dat kan als je vanaf deze kant af komt. En dat gaan we dus doen. Straks vlak langs Beverwijk, maar echt vlak langs. En dan gaan we door de Velsertunnel. En als we die uit zijn, dan gaan we direct eraf om dan richting Spaarnwoude te rijden. Zo de Amsterdam-Westpoort in te duiken. Ja, dat is wel een leuke route. Ik heb al gezegd dat het al een leuke route is. Ah, het is weer eens wat anders. Geen haast. We komen daar om 2:50 aan. Volgens mijn idee. En navigatie ook, die zegt het ook. Nou, zal het wel.
tegen, dat zal je op het beeld ook wel merken, dat het tegenlicht geeft. Maar dat geeft maar weer eens te weer aan dat het, in februari gewoon nu echt prachtig weer is. Het zou ook zomaar 10 graden onder nul kunnen zijn. Dan is er nu gewoon dik 10 boven. We zijn hier al geruime tijd bezig aan deze weg. Echt wel heel lang. Ik zou niet eens weten hoe lang, maar echt wel heel lang. Ik kan me niet heugen dat ik hier heb gereden dat het allemaal vrij was. Dat is wel een tijdje terug. Kom je toch wel vaker. Maar goed. Het zal wel weer een verbetering opleveren en als ik zo eens bekijk, dan is het voorlopig nog lang niet klaar. Komt er eentje als een gekje voorbij. Die mag hier 50, maar die rijdt zeker 70. En die raakte maar bijna aan de voorkant met een blauw autootje. Dat was ook weer een dubieus dingetje in het verkeer. Daar kan ik hele vlogs mee vullen, dat ga ik misschien maar eens doen.
je verlaten de N242 en die gaat over in de A9. Dus hier zou je kunnen concluderen dat de A9 begint. Iets is minder warm. Als je dan een beetje doorrijdt, vind ik dat niet zo erg.
tussen jou voorbij. Gooi je hem ervoor en remmen gelijk weer af, zodat jij er eigenlijk weer vlak achter zit. In dit geval niet door, want deze rijdt wel harder. Dat de handel klaar is die ik moet gaan halen. Ja, dan is het toch wel lekker om gelijk door te kunnen. Ik ben overigens bang dat dat niet zo is, maar dan kan ik altijd nog bij de klant voor de deur even de gordijntjes dicht trekken. En daar heb ik gaan staan slapen. Maar ja, voor hetzelfde dat is klaar, dan heb ik een vroegertje vandaag. Of kan ik er nog een ritje achteraan pakken. Heel verleidelijk om eventjes een half uurtje, drie kwartier even te gaan, lekker te gaan liggen in die auto. Zeker zo met het zonnetje zo op. Oh, ik ben zo vertrokken. Heerlijk.
maar ik zit nog goed in mijn rijuren. Ik zou het in één keer kunnen doen, allemaal, zonder pauze. Die heb ik al gemaakt. Nou, hier dan Knoop de Beverwijk, die gaan we afbuigen met de A22. Ik zou ook rechtdoor kunnen gaan hoor, geen enkel probleem, dan kom ik er ook. Maar dit is wel een leuke route om eventjes op beeld te zetten ook. En het is volgens mij nog het snelste ook.
tunnel uit en we gaan er gelijk af. Als het ware over de weg weer heen. Over het spoor gaan we nu ook voorheen. Hij is dus vlakbij IJmuiden. Velzen Zuid, om precies te zijn, is het nu. We gaan nu naar rechts. Sorteren we gelijk weer links voor. Maar je ziet het al te borden staan, Amsterdam Westpoort. Maar we zijn er nog niet. Ook recreatie hier, wandelgebied, fietsgebied. Er zit hier een paintballcentrum, er zit hier een skibaan. Daar komen we zo meteen nog langs. Een beetje mazzel, kijk je nog een beetje op beeld.
Planet. Aan de rechterkant, ja, ik denk niet dat je het goed kan zien. Er zit een boom en op die heuvel gebouwd. Nou, dus dan hebben we een hele andere kant, hè, om de Westpoort in te komen. In de verte zie ik de kranen al. Containerkranen. Dus we zijn er wel bijna. Een kilometertje of 6, 7. Dus de plaats van bestemming. Ik zal het beeld niet zien, maar ik zie ook een heel groot schip liggen. Links van mij is namelijk het water. Op de haven van Amsterdam met de zevenwind. Mensen wonen in het havengebied, maar er staan hier niet veel huizen, maar er staan er een paar. Ja, je woont dan toch volgens mij wel heel vrij en het is ontzettend ruimtelijk hier. Ik vind dat toch mooi. Ja, je kunt hier links kun je overvaren naar Zaanstad. N246. De verdere containerkranen al, hè. Net als hij. Hier de kranen. Het ertsgebied. Allerlei soorten erts opgeslagen. Die aan land gebracht. Ik kan je melden dat dit niet echt heel groot is hier. In Rotterdam heb ik het ook eens gezien. Dat is 5 keer zo groot volgens mij. Maar dat terzijde, die haven is ook veel groter. Veel. Ja. Nou, u rijdt dus Amsterdam-Westpoort binnen. En ik ben eigenlijk zo goed als op plaats van bestemming. Dat duurt niet zo heel lang meer.
video. Dankjewel voor het kijken. Graag tot de volgende. Vind je de video's leuk? Abonneer je dan eventjes. Heb je iets te missen? Komt ook binnenkort weer een vlog aan. Met dubieuze dingen in het verkeer. Heb ik besloten om dat maar eens een keertje te gaan maken. Dus houd het in de gaten. Voor nu een hele fijne dag. En zeg toedeledokie!